met de motor over het circuit te gaan is een fantastisch gevoel. Met 40 man op een eerste bocht afduiken met een wedstrijd is sensationeel. Mijn naam is Martijn Duikers. Ik ben luchtverkeersleider op Schiphol. Naast luchtverkeersleider ben ik ook coach, instructeur. En ik geef les op de toren en achter de radar. Er zijn diverse overeenkomsten tussen motorracen en verkeersleiders opleiden. Een stukje voorbereiding, visualisatie kan zowel een coureur als een cursist in een opleiding helpen. Je kunt hier heel goed zien waar de departure routes uiteindelijk je arrival, dus je binnenkomende verkeer, gaan kruisen. Je kunt ook heel goed zien waar liggen de potentiële conflicten. Dat is een stukje voorbereiding wat je op je gemakje thuis kan doen of ruim voor een oefening. Je mentale voorbereiding die doe je in de week voordat je naar het circuit gaat. Ik visualiseer dan al hoe ik over de baan ga met de motor. Dus waar ik rem, waar ik instuur, waar ik gas geef. Al die dingen zorgen ervoor dat de eerste keer dat ik op de baan kom, ik al veel beter voorbereid op de baan ben. De belangrijkste overeenkomst is denk ik de focus. De focus die je er moet op hebben. Je moet willen racen, je moet het risico willen nemen. En als je verkeersleider bent in opleiding, moet je het echt willen. Je moet verkeersleider willen worden. En daar moet je soms dingen voor aan de kant zetten. Dingen waar ik het meest blij van word in mijn werk en verkeersleider, dat is als het lukt. En dat is met racen als je een perfect rondje eruit perst of de race wint. En met verkeersleiding als het allemaal super mooi strak achter elkaar zit. Dat is mooi. Kunnen we ons hebben te pakken? Ik geef je een nieuwe line-up. We rijden in 367. Hatsa, goed zo.